Quinn heeft dus de uitlaat. Hij is nog niet helemaal ingereden, dus hij wordt nog heftiger. Maar dit is een army tricks onder een A45. Zo, hij is wel diep hoor. Yo, wat up? Een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. Ik heb mijn bril weer eens op. Ik heb hem weggelegd omdat allemaal krassen in mijn glazen zitten. Maar ik dacht vandaag, ik doe hem weer eens op. Ik ga eens kijken of ik nou mijn bril fijner vind of niet. En nu, door mijn bril heen, zie ik hier deze auto. En dit is een nieuwe auto van Volkswagen. En die is elektrisch, maar ik vind hem best wel mooi. Mijn camera stelt alleen maar scherp op de regen, want het regent fucking hard. Kijk, zien jullie? Ik vind het best een dikke auto voor een elektrische auto. Dus goed gedaan, Volkswagen. Ik rij alleen toch liever in deze. En we zitten in de auto, want wij zijn onderweg naar Milan. Maar niet voor Milan, maar voor Siet. Want Siet vroeg of wij even naar Milan wilden komen, omdat hij een leuke verrassing had. Ik ben benieuwd wat hij vandaag weer in petto heeft, want als Siet een verrassing heeft, dan is het nooit goed. En Said is er al zo te zien, want de tegeldepotbus staat al klaar. En er staat ook een oude bekende bij, Enzo Knol met zijn Porsche. Ja, blijft ook een leuk ding. En echt een hele grote groep met mensen is opgetrommeld. Enzo is er, Milan is er, Quinn is er daarachter ook. En ik ben hier ook. Zo, wat een rook van deze auto die langs reed. Gek, what the fuck. Maar Quinn heeft sinds een paar dagen dezelfde soort uitlaat als ik. Ook een army tricks ronde. Dus ik ga ze zo even naast elkaar zetten. En ga even kijken wie er harder is. Maar eerst eten. Quinn heeft dus de uitlaat. Hij is nog niet helemaal ingereden. Dus hij wordt nog heftiger. Was bij mij tenminste zo bij mijn army tricks. Maar dit is een army tricks onder een A45. Zo, hij is wel diep hoor. Dit gebeurt er dus als die koud is. Je hoort nog dat ze maar de pops niet helemaal uitkomen. Maar als die warm is, zeker wel. Ja. En nu even mijn rest erbij gepakt. Nou, deze klinkt sowieso niet, dat weten we, dat hebben we al gehoord. Maar deze. Laat jullie maar in de comments weten welke jullie mooier vinden klinken. Maar het ding is nu, ik heb mijn katalysator. Ik heb de hele tijd met die pops erop gereden, maar mijn hele katalysator, dat soort van demper. Is helemaal verbrand, genacheld. Dus die moet er eigenlijk eventjes binnenkort uit. Alleen dat moeten we gewoon nog een afspraak voor maken. Moet ik even zo'n ding fixen. En dan wordt die echt mokerhard. Maar ik ga mij nu even naast die voor jou zetten. En dan ben ik benieuwd hoe erg het verschil is, zeg maar, uit standaard. Oh, joh. Deze hoor je ook wel. Maar je moet wel zeggen, als je hier staat. Ik heb natuurlijk een cilinder meer. Ja, nee, je hoort wel duidelijk verschil. Je hoort wel duidelijk verschil. Maar, jouw prijs is ook een verschil, dus is ongeveer wel eerlijk. Qua in auto of qua uitlaat? Nee, qua auto. Ja, uitlaat klopt. Weet ik niet. Uitlaat heb ik ook geen idee. Ze zijn allebei fucking duur te uitlaten. Maar ik ben benieuwd. Ik weet dat een Mercedes, ik ken natuurlijk die van Dylan Pace, daar zijn we toen mee op vakantie geweest, dat die hardere opschakels heeft. Maar mijn heeft hardere klappen. Maar deze jongen gaat vrijdag naar Tuning Service Huis, hoor ik net. Ja. Dan wordt het echt feest als je dit ding tunet. Want dan qua opschakels, qua knetters, het wordt zo lijphard. Oh, kauwgomballen. Hij heeft zijn hele achterbak vol kauwgomballen liggen, dus dat hoor je soms een beetje. Ik heb nog nooit bij jou in de auto gezeten, volgens mij. Nee. Wel. Ik bedenk me dat nu pas. Ik ken natuurlijk A45 zo van Dylan. Maar ja, dat wel. Het blijft mooi. En deze stoelen zijn zo sick. Veel sicker dan die van mij, al zeg ik het zelf. En zit ook lekker. Maar ja, ik ben oud iemand. Ja, hij is wel hard, hè? Maar het is een heel ander soort hard dan dat hiervoor. Maar ja, dat is heel erg bij een uitlaat sowieso. Als die nog niet ingereden is, dan klinkt hij gewoon anders. Ja. Het is al wel echt snel. Kijk, of je hoorde wat kauwgomballen eroverheen gaan. Oh, het zijn echt maar 6 kauwgomballen. Dat is de minste erg. Want wat heb jij nou gedaan? Ik heb dus echt letterlijk 125 kilo kauwgomballen hier gedaan. Het kostte €400. Dit is maar de helft. Ik heb nog meer gekocht, dat ligt thuis. En er zit 1 M&M in. En als je hem vindt, ja, krijg je €500. Ik doe niet met tijd of zo, want je gaat hem toch niet vinden. Maar het is dus 1, en oranje heb je als tip gegeven, ligt 1 oranje M&M in. En nu ligt er ook een Mentos in. En wat als je die vindt? Ja, ook €500. Ha, gevonden ballen. Nou, ik zie jullie over een half uurtje weer, hè, jongens. Oh, je handen gek. Oh. Ja, dat is onmogelijk, gast. Echt onmogelijk. Maar iets wat ik wel heb, maar Quinn niet. Heerlijke muziek. Ik heb Vincent Vieser gevonden. En hier is mijn auto. Ah, kan je eens een keer reffen? Zo. Hey joh, doe eens rustig. Die van jou is wel hard. We zijn even naar het tegeldepot toe gereden, want vandaag was dit dus het plan. Dit zijn allemaal soort packing foam, zeg maar. Het zijn allemaal kleine stukjes
Ja, schuim. Nu heeft ze hier wat dingen in gestopt. En als je het vindt, dan win je een heel aantal euro's. En dit lijkt nu heel makkelijk, maar zodra je erin zit... Ik heb het net al gedaan, het is niet te doen. Zit het lekker? Ja. Ik wil er ook in. Kerel. Dit is echt één groot kinderspeelparadijs gewoon zo. Weet je wat je een keer moet doen? Onder het ding gaan dan heel hard inademen. Ja! Nee, nee. Niet doen, sukkel. Nee, toch. Oh, ik voel allemaal hier mijn shirt ingaan. We hebben iets gevonden, zie, een vintage. Ja, klopt. Ja, gasten, moet je laten liggen. Nee, ja, ik vind het toch even eerlijk. Ja! Vincent, heb je die hier doet, ja? Kijk, oh, hij is het schop in mijn zak. Oké, dus gaan we er weer uit? Nee. Ja. Nee. Ja. We moeten even wat tips bespreken. Sowieso zonder schoenen erin, dan kan je met je voeten voelen. Heel veel bewegen en dan de hoekjes checken, want dan gaat toch alles naar de hoekjes. Heel veel bewegen en de hoekjes checken. Ja, eerst heel veel bewegen, dat alles zeg maar een beetje rond is en dan de hoekjes, want het gaat naar de hoekjes geduwd. Dat het zwaarst is. Succes. Yes. Nu delen we de winst, hè. Succes, tuk. Hoe heet ik? Bojas. Bojas. Anna. En Anna. Hey. En hoe heet ik? Bojas. Hoi Bojas. We gaan even een rondje rijden met Vincent Fischer. Hey Vincent, kleinzoon van Ludo, laat eens even horen wat jouw ding kan. Er staat politie achter, ja, dat heb je door. Oh, mag rijden, go! Oh, die was hard. Vincent vind ik echt wel leuk. Het is wat liever of zo, wat hogere. Terwijl die van mij is echt gewoon bam. Wat vind jij mooier? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Ja. Ik betaal je zo, hè? Mijn auto trilt gewoon door die van jou. Jouw auto trilt? Het lijkt net alsof... Oh ja, ik voel inderdaad jouw auto trillen. Mijn auto trilt door die van jou. Omdat die van mij zoveel geluid... Jouw zoveel geluid maakt, trilt van mij. En we waren even in de parkeergarage omdat we natuurlijk gaan springen bij JumpXL. En ik heb de kleinzoon van Ludo meegenomen. En hij is sick goed in springen, blijkt. Je bent gewoon beter in springen dan in acteren. Maar ik weet niet over welke ik nu iets zeg. Maar je bent gewoon super goed in springen. Je bent gewoon super goed in springen en super goed in acteren. Maar je bent gewoon nog beter in springen. Kom eens even naar boven. Want ik heb namelijk even wat challenges gedaan. Of laten zien eigenlijk, die ik nu met mijn schouder ook weer kan. Zoals vanaf hier in de trampoline naar die overkant. En dat is voor de meesten echt een lastige challenge. Niet te doen. Voor de meesten, ik bedoel... Je moet juist zeggen dat het voor de meest lastig is, dan lijkt je beter. Ja, voor de meeste is het echt moeilijk. Maar voor jou, daarentegendeel... Ja, zie dat het nu net niet. Ja, dat zou wel leuk zijn. Moet je kijken even hoe makkelijk die dit doet. Kijk, en... Ah, oh, nee! Oh, leuk! Gast! Wacht, Kim. Edit. Silver, edit, Kim. En jump. Oh, oh, oh! Ik ben er wel. Oké, en nog een keer. Net lukte het 3 keer achter elkaar. Oh, je had je voeten neer kunnen zetten. Ja, shit. Nog eenmaal. Eenmaal, laatste keer. Gast. Ik voel het niet meer. Oké, we gaan eerst wel wat anders doen. Deze pannenkoek heeft 1 keer een dubbelsalto gedaan. Dus gaan we nog doen. Gewoon vast blijven houden, dan haal je vast wel iets. En vast. What? Gewoon zoekie. Hier, laat jij eens even zien. Wat wil je zien? Triple frontflip. 1, 2, 3. Sick, hè? Gast, je hebt nog ineens dubbel gedaan. Eerst twee. Nou. Hij had triple, denk ik, nog ook als hij hem vasthoudt. Doe jij eens dubbel. Dubbelback 1 keer, Danny. Kom. Ja, dat kan ik. Kom, doe even dubbelback. Danny heeft 7 jaar trampoline gesprongen. En iemand die het 1 dag doet, die is beter. Nee, niet 1 dag. Maar vorige keer filmen we dubbel. En
Netjes. Dat kan jij ook wel. Had hij nog nooit gedaan. Je vindt het zo kut. Oké, en Vincent kan gewoon... Wow, hij kan het niet meer. Gaat het? Elke keer als hij mijn camera aanzet, lukt het niet meer. Hij gooit net echt gewoon 6, 7 zoekjes achter elkaar. Het lukt perfect. Zet de camera aan, lukt het niet meer. En... Ja, dat was hem. Hij was wel een beetje raar, maar we gaan iets nieuws proberen. En dat heet Fliffes. Ik zal het wel even een keer voordoen. Doe maar wat. Probeer maar gewoon na te doen wat ik net deed. Lukt het nog bijna ook. Je moet ja, iets meer uitdraaien. Iets eerder gaan draaien. Ja, nog één draai en je hebt hem. Dit is hem. Ik voel het aan mijn water. Alweer. Dat was wel een mooi dubbel frontflip, hè? En weer terug van het springen. Ik heb zelf weer vandaag een paar salto's kunnen doen. Dat is super chill. Ik kom weer terug. Ik kan binnenkort weer echt veel salto's denk. Ik denk nog een weekje of anderhalf, twee. En dan zou ik alles weer moeten kunnen. Daar ben ik blij mee. Vincent heeft zieke dingen gedaan. Ik voel iets op mijn oor zitten. Nee. We hebben wel echt overal van die balletjes zitten. Het is niet normaal. Hij ziet dat dus een paar honderd euro in die pit gestopt. En iedereen mocht het zoeken. Die zou raden wie heel veel wint en wie niet. Dan kun je dan maar bij Seat zien. Maar voor nu gaan we lekker slapen. Dus vond je deze video leuk? Doe het naar boven. Vond je het leuk? Hartstikke leuk. Subscribe even. En dan zie ik je morgen om te uur bij een nieuwe video. Later. Oh, is die voor mij? Ja. Dankjewel. Ja. Deze ook? Ja. Wil je dat ik dik word? Ham. Ham. Thank you. Thank you.